Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is weekend jongens, het is weekend en gelukkig weer 2 dagen nodig om bij te komen. Nou, dat was wel nodig, want ik heb, jullie weten het, de laatste tijd gaat niet zo best met mij. Ik heb een beetje spanning. En ik denk dat die spanning een beetje in mijn keel zit. Ik heb een beetje last van keelpijn. Buik heb ik verder... eigenlijk heb ik helemaal geen last van. Dus echt mijn keel is het. En dat doet verrekte pijn. Af en toe vreselijk benauwd. Neem ik een slokje water, dan gaat het wel weer. Maar ja, ik weet niet wat het de laatste tijd is. Ik heb... Ik weet niet wat het is. Het is een beetje, ik denk me eigenlijk te druk gemaakt. Ik denk dat het een beetje is, dat het een beetje stress is. Binnenkort, als het goed is, december, ben ik de hele maand vrij. Dus dan kan ik lekker bijkomen. Een jaartje werken. Maar ja, het gaat momenteel qua gezondheid gaat het niet zo best. Zo, even hoesten. Dat was trouwens niet, dat kwam trouwens niet daardoor hoor. Ik verslikte mij gewoon even een beetje. Ja, dat kan ook gebeuren hè. Maar in ieder geval, het is weer weekend. En 2 dagen nodig om bij te komen. Ik weet niet of dat ik nog naar buiten ga. Want ik voel me eigen niet echt lekker. En ik heb echt deze 2 dagen even nodig om bij te komen. Even wat rust, even ook voor mezelf. En die rust die wil ik pakken. Dus als er dit weekend geen vlogs zijn, ja, jammer dan. Mijn gezondheid gaat gewoon boven alles. Dus ik wil zoveel mogelijk uitrusten. Want rust is het belangrijkste wat er is. Ik heb gemerkt dat echt als ik heel veel rust neem, dat het dan een heel stuk beter met me gaat. Dus daarom pak ik lekker heel veel rust. Pak ik. En dat wil ik even gebruiken om een beetje bij te komen. Ik wou eigenlijk nog naar buiten gaan. Ik wou eigenlijk ook beginnen met de kerst. Shows wou ik eigenlijk gaan beginnen. Want die komen natuurlijk ook nog. Roon. Halsteren. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk de Avri. We hebben natuurlijk Hellevoetsluis. Hebben we. Maar... Ik wil mijn gezondheid voor laten gaan. Dus als er hierna ook even geen vlogje voorlopig komt, dan weten jullie in ieder geval wat het is. Want het gaat echt, het gaat niet best. Ik weet niet wat het is. Het wordt steeds erger, lijkt het wel, begint het te worden. Dus alle rust is belangrijk. En ik ga gewoon lekker bijkomen. In ieder geval lekker voetballen kijken. Misschien een beetje computeren. Veel slapen. Televisie kijken. Lekker op de bank leggen. Daar heb ik eigenlijk momenteel heb ik daar eigenlijk het meeste, meeste zin in. Dus hang me er niet aan op. In ieder geval... het is weer weekend. We gaan weer lekker weekend vieren. En ik ga dus even alles erop zetten om weer beter te worden. Want het is niet best momenteel even met me. Echt pijn in mijn keel, pijn in mijn strot. Ja, misschien wel corona. Misschien wel te druk gemaakt. Ik denk ook zelf een verkeerde ademhaling. Ik heb gewoon het gevoel... dat het ook een klein beetje aan mij ligt. En daar moet ik me gewoon overheen zetten. En dan komt het allemaal wel weer helemaal goed. Komt dat allemaal weer. Dus we gaan het wel zien. Ik ben al aan het zoeken naar oplossingen. Van, dat zou het misschien wel kunnen wezen. Maar ik heb de afgelopen week heb ik zoveel dingen de revue laten passeren. Dat ik het eigenlijk ook niet meer weet. En we komen er vanzelf wel achter wat het is. En dan gaan we daar, stappen ondernemen om dat te laten voorkomen. Ik dacht eerst dat het cola was, maar cola is het ook niet echt. Want ik ben natuurlijk een enorme cola drinker. Ik ben wel al heel erg aan het minderen met mijn cola. Maar dat is het ook niet helemaal. Dat is ook niet hetgene waaruit het voorkomt. Ik dacht dat het koffie was, dat is het niet. Het is...
Ik dacht dat het cola was. Dat is het ook niet. Op een gegeven moment moet je ook maar stoppen met zoeken. Want anders dan ga je alles lopen zoeken. En dan dat schiet gewoon ook niet op. Dus we gaan gewoon wel kijken wat het wordt. In ieder geval, het is weekend jongens. Fijn weekend van deze kant. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even de vlog eventjes. Groetjes van deze kant. Wens met beterschap. En ik zou zeggen jongens, ik hoop dat ik snel weer beter ben. En dan gaan we weer lekker verder met vloggen. Groetjes van deze kant. Tot de volgende. Abonneer dus. Liken. Subscriben. Belletje indrukken voor de notificaties. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.